Eigenlijk niet, toch? Vind je het erg als ik je even defouilleren? Ja, maar prima, toch? Zou je armen en benen willen spreiden? Het lijkt net een club. Helemaal niks, hè? Aangenaam. Danino. Helemaal goed. Hoe is het? Goed, en met jou? Lekker, prima hoor. Mooi. Spanning? Nou, eigenlijk helemaal niet. Nee? Maar nu alleen eventjes dat ik dacht, oh, wie komt er binnen? Ja, dat ik ook. Nou, ik heb deze weer meegenomen. Want ja. Ik kom uit Nieuwegein bij Utrecht. Gezellig. Bij ons is de Domsel echt. Ja, ik ben er wel een paar keer geweest. En middelpunt. Ja, en ik kom zelf uit Amsterdam. En ik heb een pakket voor je gemaakt. Oh, echt super lief. Oh, super leuk. Ja? Wow. Popcorn. Chocomel. Ja, echt leuk. Super leuk. Had ik echt niet verwacht. Zeker. Dank je. Zeker. En wat voor werk doe je? Ik doe de opleiding beveiliging. Ja. Dus uiteindelijk wil ik wel naar de politie gaan. Ja. En ik werk in een restaurant in de stad in Utrecht. Gezellig, gezellig. En jij? Ik heb mijn eigen dakdeksbedrijf. Dus ik werk op de daken en dat een beetje. En ik maak ook dakterrassen en zo, zulke dingen. Oh, dat is wel leuk. Zeker. En hoe oud ben je? 21, jij? 21. Ah, gezellig. Ja, inderdaad, een beetje dezelfde leeftijd, ja. Inderdaad. Moet je eens drinken. Ja, ik weet niet of... Ja, ik heb nog even water. Even nog een water. Even nog water. Nou, er is ook geen bier nog. Maar drink je zelf? Nee. Nee? Nee. Jij wel? Ja, ik wel. Veel ook of gewoon... Gaat elke dag wel een biertje in eigenlijk. Maar niet echt extreem... Nee, maar gewoon als je klaar bent met werk of zo, dan heb je even... Zeker. Ja, want je werkt in de bouw. Volgens mij is dat wel een beetje standaard in de bouw, hoor. Dat ze gewoon... Dankjewel. Dat ze dan even een biertje nemen. Kijk wat ik ga nemen. Dan. Volgens mij raak ik me steeds fucked op. Oh, maar wat voor jongen had jij opgegeven dan? Ja, gewoon normaal postuur. Ja. Blond, donkerblond. Ja. Ja, en voor mij is innerlijk ook wel echt belangrijk. Ja. Eigenlijk. Ja, klopt het een beetje. Ja, je hebt gewoon normaal postuur en... wat is het, donkerblond of bergbruin? Donkerblond. Ja. Wat heb je zelf gezegd? Ik zei gewoon een vrolijke snuiter. Ja, en die houdt gewoon van een beetje het gezelligheid, een beetje luxe, drankje, feestjes, zulke dingen. Ja, ik heb ook gezegd, er moet wel iemand zijn die wel sociaal is. Niet dat ik met iemand zit die de hele dag stil is. Nou, dat wordt niet goed. Ja, maar ik moet nu even een comeback maken. Alleen wordt een beetje lastig. Nu moet je alles raken. Maar het scheelt, je hoeft toch alleen maar die nog allemaal. Nog die nog allemaal? Ja, precies. Maar die van mij liggen er niet meer doorheen. Nee. Ja, misschien. Oh ja. Ja, het gaat helemaal mis. Het ging in mijn hoofd beter. Ja, ik heb echt ongeluk vandaag. Maar speel je dit wel vaker? Nee. Nooit? Vroeger heel vaak. Of niet in een kroeg of zo? Of heb je dat niet in een kroeg? Jawel, maar meestal met drank op, dan ben ik wel beter. Ja? Ja. Nee, dat is niet goed. ik zonder drank. Ik heb het geleerd zonder drank. Maar heb je ook nooit dat je de hele avond zeg maar uitgaat bijvoorbeeld, dat je helemaal niks drinkt? Nee. Hoe zou je jouw persoonlijkheid in één woord omschrijven? Persoonlijkheid? Persoonlijkheid? Dat is weer de moeilijkste vraag van mij. Ja, ik denk gewoon de gezelligheid of zo. Ja, dat kan. Jij? Ja, sociaal, denk ik. Ja. Wat is jouw grootste onzekerheid? Ja, ik denk soms... maar ik denk soms dat gewoon een beetje dat stotteren of zo. Bij klanten thuis, zulke dingen. Voor de rest niet echt. Jij? Ik heb nog hele gevoelige darmen, dus ik heb heel vaak pijn. Ja. Dus dan is het toch
Als ik met iemand date of iets, ja, een beetje onzekerheid van ja, moet je weer aangeven dat je pijn hebt, dat je weer iets niet kan doen of... Ja, dat wordt lastig. Ja, ja. Hoe ziet jouw liefdesleven er over 5 jaar uit? Pas ik in dit plaatje? 5 jaar. Gewoon dat je met elkaar hebt, leuke dingen hebt gedaan. Ik wil wel mijn 6 jaar een kind hebben. Wat vind jij van tatoeages? En moeten deze altijd een betekenis hebben? Ja, sommige tatoeages vind ik een beetje vanzelfsprekend, zeg maar. Iedereen heeft ze. Iedereen heeft een klok, iedereen heeft een roos. Iedereen heeft een leeuw. Maar ik ben wel iemand van... Het zit voor altijd op je lichaam, dus je moet het en mooi vinden, maar een betekenis zou dan ook wel mooi zijn. Heb je liever een relatie met een face-based of iemand die altijd thuis wil blijven? Altijd thuis. Ik heb dat meer als ik een relatie heb, dan blijf ik wel liever thuis. Ja, ik heb echt single en relatie. Ik zit gewoon liever in mijn pyjama. Kijk, als ik single ben, dan ga ik meestal elke week naar de kroeg. Nee, dan wel liever iemand die lekker thuis zit. Kijk, als jij niet drinkt en ik wel, dan moet je ook niet de hele tijd zeggen van... maar je mag gewoon niet meer met je vrienden drinken, zulke dingen. Liever seks met iemand die niks zegt of iemand die zijn haar mond niet kan houden? Nou, ik hoef niet iemand die podcast met me houdt. What the fuck? Ben je niet goed? Dan word ik echt. Nou, maar ik of alle twee niet. Nee, het allebei niet. Nee. Ertussenin. Ja. Experimenteren in de slaapkamer of de standaardroutine. Ja. Het moet ook niet elke week, zeg maar, dat je het elke dag hebt. Als je het gewoon 1 keer per week hebt, dan ben ik wel van standaardroutine. Wat, 1 keer per week? Niet, je hoeft niet per se te experimenteren. Je kan ook gewoon je standaardroutine af en toe gewoon aanpassen. Ja, oh, maar het moet. Ja, maar het moet ook. Want anders vind ik het echt zo. Maar dan vind ik het echt snel saai worden. En hoe vind je het vanaf nu? Tot nu. Ja, dat bedoel ik. Ja, het is wel gezellig. Het is wel even wennen. Ja, het is wennen. Ja, het is best wel wennen, maar... Ja, in principe is het wel gewoon gezellig. Vind ik. En jij? Kijk, ik zoek nog een beetje klikken zo. Ja, precies. Dat. Klopt. Maar het, ik vind dat je het ook niet na een paar uurtjes zou kunnen weten. Mm. Heb jij dat wel? Ja, ja en nee, denk ik. Weet je, die 24 uur is ook nog steeds niet om. Nee, precies. Ja, dus, kan alles nog gebeuren. Ja, precies. Ik ben ook blij dat we praten. Nou, dat is. Het is niet dat ik binnenkwam en dacht, nee, maar ik wil wel naar huis doen. Ja, maar op zich, de vibe is gewoon goed. Ja. Weet je, het is geen slechte vibe. Als je het wel goed vindt, doe ik wel op de bank slapen. En mocht ik echt veel buikpijn hebben, dan heb ik gewoon mijn eigen ruimte. Maak ik jou ook niet wakker. Lang leven de liefde